In AI op school maken de jongeren kennis met allerlei slimme computersystemen. En leren ze ook eigenlijk de fundamenten van die systemen kennen door zelf zo'n systeem te gaan ontwerpen en daarna ook te gaan gebruiken. In al onze projecten werken we dus zeer interdisciplinair en combineren we altijd meerdere vakgebieden. Dus we hebben altijd uiteraard een aantal wetenschapsdomeinen. Dat kan biologie zijn, aardrijkskunde. En die combineren we altijd met een aantal maatschappelijke aspecten. En bijvoorbeeld de invloed van data, het verzamelen van al die gegevens op onze privacy bijvoorbeeld. Dus we willen eigenlijk bewust verschillende contexten nemen om zoveel mogelijk mensen en jongeren te gaan inspireren. In de nieuwe eindtermen wordt er bijvoorbeeld gesproken over mediawijsheid. Onze projecten zijn eigenlijk zeer goed geschikt om die mediawijsheid tot bij de leerlingen te brengen. Want we leggen altijd de connectie naar de maatschappij en die digitale toepassingen. Ja, daar zijn altijd privacy items mee gemoeid. En dan ook andere aspecten waar leerlingen zelf kunnen in beslissen. Denk maar bijvoorbeeld aan het elektronisch patiëntendossier. Andere dingen, bijvoorbeeld fake news, kunnen beter uitleggen. Bijvoorbeeld, hoe kun je een foto manipuleren? En dat begrijpen ze ook, ja, een foto die in de krant staat. Of zo een deepfake filmpje, hoe dat eigenlijk kan gemanipuleerd worden. En dat is daar denk ik meer alert voor. Het lesmateriaal dat we ontwikkelen, dat kunnen leerkrachten vrij gebruiken. Dat staat gewoon online ter beschikking. We voorzien een uitgebreide lerarenhandleiding met heel veel informatie, zodanig dat de contexten van verschillende domeinen in rekening gebracht kunnen worden. En ook de koppeling gemaakt kan worden met dus de verschillende eindtermen die van toepassing zijn. We hebben ook een aantal online oefeningen. Zeker bij de projecten waar dat ervoor geprogrammeerd moet worden, kunnen leerlingen op onze service gratis programmeeroefeningen gaan maken die telkens verband houden met het project van AI op school dat van toepassing is.